bij hetzelfde bedrijf als Stefan afgestudeerd. Ik wil eigenlijk een beetje vertellen over het bedrijf, want dat was Stefan gegeven. Het bedrijf richt zich op application performance management, dus testen applicaties. En dat doen ze dan voornamelijk uit eindgebruikersniveau. Dus denk erbij van, de grote klant is de NS. Nou ja, de NS heeft een reisplanner op hun website. En daar lopen ze dan met speciale software als eindgebruiker erin. Dus elke stap die jij uitvoert op die website, dat doen zij ook. En daar meten ze dan waar bijvoorbeeld hoge responstijd of waar het lang duurt. Daar kunnen ze ook inspringen. Nou, wat ik daar heb uitgevoerd binnen dat bedrijf, hebben ze een klantrelatiesysteem. En dat klantrelatiesysteem is er op, bij hun was het eigenlijk voornamelijk gewoon om de klantgegevens te registreren op een overzichtelijke manier. Maar voor de rest werd er eigenlijk weinig mee gedaan. Nou ja, ze wilden dat systeem verder gaan uitbreiden en kijken wat de problemen waren. Nou, toen heb ik een procesanalyse gedaan om de huidige positie vast te stellen. En wat de mogelijkheden van het systeem daar binnen nog verder waren. Daarnaast heb ik interviews gedaan en daarbij heb ik onderzocht wat de problemen met het systeem momenteel waren. En wat er nog, wat voor behoeftes de klant nog had in het systeem. Uit die analyse kwamen 8 verbetervoorstellen. Nou, die zijn overhandigd aan het management. Nou, ik heb ze eigenlijk gesproken met het management. En het management heeft daaruit een keuze gemaakt wat de hoogste prioriteit was en wat geïmplementeerd werd binnen het bedrijf. Want daar stellen ze hele hoge waarde aan, dat je daadwerkelijk iets in de praktijk brengt bij het bedrijf. Het is niet alleen een rapportage van 200 pagina's. Ze willen ook resultaten zien. Dat staat trouwens ook in het motto van het bedrijf. Uiteindelijk zijn er 2 uitgewerkt en 1 geïmplementeerd binnen het bedrijf. En die variëren van het verbeteren van de klantgegevens binnen dat klantensysteem. En ze gebruiken binnen dat systeem ook nog een projectfunctionaliteit waar ze ook een uur onder kunnen boeken. Daar heeft Steven ook te maken mee gehad, want hij haalde daar zijn gegevens uit. Nou, daar hadden ze een aantal wensen over en dat heb ik naar hun wensen heb ik dat zo ingericht. En dat was mijn opdracht. Dus, Als je de opdracht uitgevoerd bij Heimor, een wat kleiner IT-bedrijf wat zich profileert ook als pragmatisch, dat heb je wel een beetje geweten. Ja. Heimor was zo pragmatisch dat het zelfs wat lastig werd om jouw opdracht consistent uit te voeren tot het goed einde te brengen. Daar heb je wat mee geworsteld. De voorstellen voor analyses werden uiteindelijk toch wat geminimaliseerd tot een set van aanbevelingen op een deelgebied. Maar desondanks heb je een goede analyse weten uit te voeren. Naast aanbevelingen op een hoger niveau, over de betere inzet van Microsoft CRM, heb je ook concrete aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de kwaliteit van de klantgegevens. Ik denk dat je in dat traject veel geleerd hebt. Zowel van hoe organisaties in elkaar zitten, als hoe je in een lastige situatie moet acteren. En die bagage kun je ook meenemen in je verdere carrière, waar ik je heel veel succes mee wil wensen. Ja, ik blijf trouwens net zoals Steven blijven daar werken, dus hele andere kant, want het is eigenlijk geen echte BI-functie. Ja. Het is meer dus dat je met die tools gaat werken om die eindgebruiker te simuleren. Maar het is wel het is gewoon zo'n leuk bedrijf. Ze bieden zoveel mogelijkheden, want het is eigenlijk nog maar net opgericht. En het is nog heel klein. Echt, ze proberen per jaar 40% te groeien qua werknemers. Nou, in het begin van het jaar hoorden van het gaat waarschijnlijk niet lukken door die crisis. Maar vorige maand hebben ze een heel ander bedrijf overgenomen. Ja, toch weer 20 medewerkers erbij, met Steven en mij erbij. En het gaat gewoon hartstikke goed, ondanks de crisis. Dus, fantastisch. Ja. Paardfeest. Ja, dankjewel. Latties, dat zit er goed voor, hè? Zet hij even zijn handtekening op de achterkant, dat is alleen minder. Nou, mooi roos in de plaats. Hij is gefeliciteerd. Dank u. Durf aan, een beetje de achterkant. Dank u. Oh, die is een tiener dan. Ik ben er 5 minuten klaar. Ja, heel goed.